Yo mensen, uh, welkom bij deze video die ik uh, niet gepland had om te maken deze avond, maar uh, zoals misschien meerdere van jullie hebben gezien, heeft Gianni Bike Life uh, een uurtje geleden een video geüpload waar die uh, best wel wat dingen vertelt die interessant zijn om naar te luisteren, zowel als over, om over te spreken. Dat kwam niet lekker uit. Nou heb ik niet een directe reden om erop te reageren, behalve dat ik natuurlijk zelf een motor heb, uh, schakelbrommerij, uh, ik heb een scooter, ik heb een Tomos, ik, ik rij verschillende dingen. Uh, ik zit ook op TikTok, Instagram ik maak edits, maar ik maak ook bike life video's. maar ik wil er toch even een paar dingen erover uh, kwijt. Uh, buiten dat hij gewoon best wel gelijk heeft over dat wij als bike life community, ik noem gewoon even als geheel, ik ga niet per se groepjes maken, maar we bike life community zijn heel erg. we voelen ons beter als we anderen afkraken dan wanneer we elkaar juist complimenten geven over motor scooter brommer whatever. ik ben altijd daar heel erg in geweest over hoe ik het over denk. Uh, ik vind alles cool. ik heb laatst een tiktok erover geplaatst over weet je maar niet uit of die viertak, twee tak, scooter, brommer, een een motor. Of het 1 euro of 10.000 euro kost. Uh, weet je, als het gewoon gezellig is. Je rijdt lekker. Uh, weet je, prima. Als je niet rijdt, dan ga je met z'n allen maken. Of het nou een scooter is, een brommer, motor. Ik wilde gewoon één ding kwijt. Dat is uh, over de TikTok community. Ik ben natuurlijk zelf als TikToker begonnen met uh, video's plaatsen. Nu meer dan 10.000 volgers ermee. Het is niet daadwerkelijk zo groot. Uh, ik heb ook niet heel veel impact daarmee. Maar um, ik doe edits maken. Dat is wat Gianni Bike Life Zeker ook even dat filmpje bekijken. Ik zal je onder een linkje in de bio zetten. Uh, dan kun je gewoon even kijken naar de video. Uh, dan kan je deze video naar bekijken. Maar um, ik weet dat hij niet direct de schuld legt bij de TikTok edits en de TikTok video's. Uh, maar het komt er wel op neer dat hij uh, zegt dat de uh, TikTok Life, om het zo maar te noemen wat hij zegt, dat hij een grote rol heeft gespeeld in de uh, haans naar elkaar. Ja, dat klopt. Er zijn een heleboel mensen geweest die uh, commenten. Het is lekker makkelijk sowieso, internet. Commenten kan je doen wat je wil. Maak een uh, anoniem account aan en je kan zeggen wat je wil. Ik bedoel, ik heb zelf ook meer dan genoeg mensen die haten op dit en op dat. Ze hebben altijd wel wat te zeggen. Dat is, dit is hoe het werkt. Ik heb mijn video's ooit gemaakt omdat ik het zelf gewoon leuk vind om die video's te maken. En ik dacht van ja, ik kan het ook gewoon delen met de rest. Ja, dan kan ik ook verwachten dat er haat komt. Maar ik vind het jammer dat mensen, dus zoals Gianni dat nu zegt, was best wel emotioneel in die video ook, uh, dat dat dus bijvoorbeeld voor hem echt enorm, dat hij er enorm mee zit. Maar uh, ik wil dat gewoon even duidelijk maken. Tuurlijk snap ik hoe hij refereert naar de TikTok-community, dat daar gewoon heel veel bullshit, er zitten miljoenen mensen op TikTok en ze hebben allemaal wat te zeggen. Uh, maar ga een keer naar een YouTube-video van mij, willekeurig. Ga in de comments kijken, ook al heb ik niet heel veel comments. Er zijn altijd wel wat haat-comments, er zijn altijd wel mensen... Die het dik vinden. Ik heb genoeg Monstertube-kijkers waar ik het profielfoto van Monstertube voorbij zie komen. Die ook naar mijn video's kijken. Terwijl ik niet echt content maak voor uh, jongere kinderen. Wat Gianni ook wel noemt. Om het leuker te maken. Die Video's die voor mij zijn best wel puur gewoon het rijden. En knutselen. Uh, beunen aan brommers en scooters. En tomosjes. En dat is gewoon leuk. Maar ik denk. En zeker als creator. Dus Gianni, ik. Ook andere mensen. Hij noemde ook Lars. Uh, met uh, een 180-er. Een Guilera Runner 180 volgens mij. Maar in ieder geval, kijk, ik doe sowieso video, beeld, uh, filmen, fotografie doe ik voor werk. Dat is wat ik doe. Uh, voor bedrijven, voor mezelf. Ik denk dat als creators zijn, hè, dat wij dus het goede voorbeeld moeten geven. Ik weet dat er genoeg mensen zijn die een keer haten op die scooter of die brommer. Ook werd er gezegd door Gianni van, uh, weet je, dan heb je een video van een dikke 180er en dan komt er FIFA City en dan... Wordt het zo van, ja, wat FIFA City dit, die 180 is wel dikker. Maar weet je, als diegene die zijn FIFA City-video's maakt daar blij mee is, weet je, zo so be it. Ik had een 50 cc beta, uh, er waren honderden, misschien wel duizenden mensen, die in de loop der tijd, twee jaar dat diploma heb gehad, zeiden: van weet je, dat ding gaat traag, ik kan opvoeren, 70C dit, 70C dat. Weet je, dit is niet goed, dat is weer niet goed. Elke keer krijg ik wel weer dingen te horen. Ik denk, dat het niet zozeer ligt aan de mensen, maar aan de creators. Dat als wij gewoon het goede beeld geven. Ik bedoel. ik rijd ook met scooters. Ik, vandaag nog, ik ging met mijn Tomos. of met, een, uh, met mijn KTM rijden. En ik reed gewoon met een vriend van mij op zijn Tomos. En weet je, we hebben gewoon lachen. Het is leuk. En dat hoef ik niet per se te filmen, dat heb ik ook niet gedaan. Maar dat zijn wel de leuke dingen die je kan doen. zonder dat je elkaar hoeft af te kraken. Het ligt ook heel veel aan degene die erop rijdt zelf. Jani gaat bijvoorbeeld weer uh, om met mensen op scooters. en iets dergelijks. Nou, zal het vast anders zijn uh, in de zien, omdat daar toch meer mensen zijn. Ik bedoel, scooters tegenover brommers, er zijn veel meer scooters, veel meer mensen op scooters. Um, tuurlijk maak je grapjes over of je die scooter mooi vindt, scooter lelijk, brommer mooi, motor mooi, lelijk, whatever. Ik wil gewoon hierbij zeggen dat ik snap wat zijn video is. Ik snap wat hij bedoelt te zeggen. Ik snap wat hij ook naar TikTok refereert. Dat de TikTok scene het heeft verkloot, als het ware. Niet zozeer, hij, be nou, hij bedoelt het niet uh, direct op ons. Wat zegt hij ook van hij? bedoelt niet om iemand af te zeiken. Maar hij geeft wel aan dat TikTok heeft bijgedragen. Een groot deel aan uh, de downfall van de bike life. Ik zie het niet als een downfall. Ik denk dat het gewoon een periode is hier. Waar we uh, heel erg bang zijn dat ons, ons goedje te weinig is. Bang zijn dat jouw scooter niet goed genoeg is. Maar dat is iets waar je volwassen over hoort. Waar je over kan uh, nadenken. Dat je weet van: oké, okay, weet je, ik hou van mijn eigen motor. Dat is waarom ik op rij en mijn scooter. Dus whatever, wat iedereen daarover zegt, dat boeit me niet. Ik rijd lekker wat ik wil en wat de rest kan denken dat boeit niet. Als je geen aandacht geeft aan die haters, dan wordt het vanzelf je fans. Zo is het gewoon, zo werkt het. En ik snap zijn video. Daar heb ik misschien minder informatie dan hij heeft over, want het komt een beetje uit de blue voor mij. Ik had niet verwacht dat hij deze video maakt en ik kijk wel vaker naar Johnny. Het is altijd gewoon een toffe gozer, gewoon uh, heel erg positief, maakt leuke content, leuke video's. En ik denk ook dat je dan wat meer haat gaat krijgen. Ik durf ook wel te wedden dat een monstertube een Johnny uh, Bike Life veel haat krijgt van mensen. Van um, dat ze misschien te druk zijn of dat dit en dat niet goed is. Tuurlijk, dat is kut. En ik denk dat daardoor ook de video is gemaakt met wat dingen erbij. Uh, dus ik snap de video van Johnny Bike Life. Dit wordt, wordt echt een veel te lange video, dat weet ik nu al. Het is ook niet echt mijn bedoeling. Ik wil gewoon even duidelijk hebben dat ik niet denk dat we Bike Life in hokjes moeten gaan zetten. Ik denk dat we gewoon iedereen moeten respecteren zoals diegene is, want de ene Thomas Rijer is niet exact dezelfde Bike life als de andere Thomas-rijder. Weet je, elke. Ik ben een supermotorrijder. Ik heb een motor, maar ik ben geen uh, sportmotorrijder. Sportmotor dat zijn ook weer andere scenes. Maar als we het goed kunnen hebben als personen samen, dan rijden we samen dat is hartstikke leuk. Ik denk dat ik toch een bijdrage wil leveren aan wat Gianni heeft gezegd. Heel veel dingen vind ik goed. Alleen ik zou niet dat in hokjes lopen verdelen, want in hokjes verdelen is altijd wat fout gaat. Kijk gewoon naar de maatschappij. Hokjes verdelen is niet iets wat je wil. Je wilt gewoon een gehele groep zijn en gewoon het leuk hebben. Als ik bij een scooter meeting aan kan komen, dan moet het niet zo zijn van oh huis van het hokje, motor, weet je, ga weg dit dat. Perfecte plaatje wil zien, dan zou het moeten zijn van yo, dik dat je er bent. En dat gebeurt ook vaak wel hoor. Dus gewoon even een kort voorbeeld. Maar ik denk dat we niet alles in hokjes moeten gaan zetten. Ik denk dat we juist gewoon als een geheel alles gewoon dik moeten vinden en hoeft niet dik te vinden, maar gewoon respecteren wat de ander doet. Ik bedoel, als ik een edit maak, dan ben ik soms gewoon een hele ochtend aan het editen, een hele middag aan het editen, ben ik uren bezig. Dat is een ander soort grind dan iemand die naar hele meetings gaat en daar video's over maakt. Maar uiteindelijk, we doen allemaal het voor één doel. En dat is iets leuks produceren. Of je nou een filmpje maakt. Of je nou degene bent die het filmpje introduceert. Uh, aan het praten is. Of de camera. Uiteindelijk wil je een leuk filmpje maken. Haters zijn er altijd. Maar wat ik dus wil zeggen. Zet het niet in hokjes. Wees gewoon één grote groep. Weet je, als ik brommers of scooters hier rijden. Dan steek ik ook mijn hand op. Gewoon even zwaaien. Weet je, hoe cares. Wat boeit het? Respecteer elkaar gewoon. Dat is sowieso iets wat ik wil meegeven. En plaats elkaar niet in hokjes. Dat is gewoon. Weet je, ik doe TikTok, maar ook YouTube. En ik doe ook Instagram. En weet ik veel wat. Dus dat hokjesplaatsen is gewoon iets wat we niet moeten doen. Er is altijd iemand die zegt: Ja, maar deze scooter hoort eigenlijk ook bij deze, dit hokje. Dus je gaat altijd daar oneenigheid over hebben. En dat moet je gewoon niet hebben. Dat was eigenlijk mijn reactie op zijn video. Uh, ik vind het goed dat hij het de, de wereld ingooit, zo'n video. Dat hij dat even. Laat uh, horen aan de mensen. Ik denk dat het sowieso invloed heeft op heel veel mensen. Hij heeft veel volgers. Veel mensen herkennen hem vanuit Monstertube. Uh, hij heeft waarschijnlijk ook gewoon veel invloed op de kijkers. Wees gewoon één fucking bike life. Heb het ziek met elkaar. Rij leuk. Fucking zomer komt eraan. Het wordt alleen maar lekkerder weer. Lekker veel rijden. Iemand die begint met rijden kan dadelijk ook goed rijden. Weet je, whatever. Cool man. Ik ben voor iedereen blij die gewoon lekker bike life is. Die lekker rijdt. Zo is het. En als je haters hebt. Who cares? Dat zijn gewoon de grootste fans. Want ze hebben veel te zeggen over je. Uh, dit was de video die ik wilde maken. Weet je, het komt op neer. Heb gewoon respect voor elkaar. That's it. Dat is één wat ik wil zeggen. Dus uh, bedankt voor het kijken. Uh, Gianni, gewoon goede video. Bedankt dat je die video hebt gemaakt. Dat ik op kon reageren. Dat ik mijn ding ook kon zeggen als dus wel TikTok creator. Ik ben toch van TikTok gekomen. Nou, uh, mensen, ik zie jullie bij de volgende video. Hopelijk is dat gewoon de motor. Dus uh, peace out.